Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video en vandaag weer een gloednieuwe My Nation video. En vandaag in My Nation gaan wij het volgende doen, want ja, wij kunnen weer eigenlijk broodjes maken. Dus ja, het is eigenlijk een beetje de bedoeling dat ik wat broodjes ga maken voor natuurlijk de mensen. Want ja, als we geen broodjes hebben, ja, dan kunnen de mensen natuurlijk ook heel weinig dingen doen. Nou ja, wat is de planning? Ik heb hier een hele mooie grote farm. En die farm die ga ik een beetje leeghalen. Zoals jullie kunnen zien is er ook het een en het ander alweer veranderd. De muren die zijn weer allemaal dezelfde kleur geworden. Want, en volgens mij hebben we ook als het goed is een miner of zo, had ik begrepen. En die zou op dit moment denk ik best wel druk bezig zijn met minen. Ik ga dus lekker broodjes maken voor mijn team. Ik zie dat hier ook heel veel dingen bij zijn gekomen. Wat ik misschien dan ook even kan doen is een paar boompjes planten. Want dat zouden ze vast en zeker heel erg handig vinden als ik dat ga doen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Want hebben wij hier nog boompjes? Ik denk het wel. Kijk, we hebben nog meer dan genoeg boompjes. Dan zet ik even deze grote neer. En dan zet ik even een 1, 2, 3... 4 kleine neer. Want laten we dat meteen even doen, want dan kan de houthakker namelijk ook weer vooruit. Want dan kan eigenlijk iedereen in ons team kan iets doen. Want dan hebben we een houthakker, dan hebben wij eigenlijk ja, iedereen aan het werk. En dat is ook natuurlijk de bedoeling. Want ja, als mensen stil gaan staan en niks kunnen doen, dat is natuurlijk ook helemaal niks. Dus zullen we eens even kijken wat we op dit moment hebben. Team. Team. En dan is het team man. Even kijken. Team manager. Want wat hebben wij op dit moment in ons team zitten? Holy dammit, we hebben er heel veel in ons team zitten. We hebben op dit moment Kobe als houthakker. Mask Black is ook houthakker. We hebben een smid en een timmerman. Een mijnwerker, een bouwer en een handelaar. We hebben een mijnwerker, een smid en we hebben een boer. Kijk, nice. En... even kijken of iedereen een beetje actief is. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Ze zijn ook nog redelijk actief ook. En dat vind ik heel erg mooi om te zien. En die zullen vast en zeker dadelijk wel een paar lekkere broodjes lussen. Dus laten we die gewoon vandaag eventjes meteen gaan maken. Want ja, dat is natuurlijk heel erg handig als we dat dadelijk hebben. Ik zie dat ze hier met de hele constructie bezig zijn. Dat ze hem weer helemaal aan het mooi maken zijn. Volgens mij zijn ze hem nog vele malen hoger aan het maken of zo. Ik weet niet precies wat de hele planning is natuurlijk. Maar ik ben degene gewoon die alleen altijd voor het eten zorgt dat er af en toe wat te eten is. Want het is natuurlijk niks als mensen niks te eten hebben. En wat ik eigenlijk ook wil gaan doen is een paar van deze bomen. Alleen, ze moeten wel even opletten, want hier zo hangt nu een zwevende boom. En ik weet niet of er problemen kunnen zijn, maar ik denk het namelijk zelf van wel. Maar dan komen we alweer bij het volgende magertje aan. Onze smid heeft natuurlijk geen hoog genoeg level om een schaartje te maken. Dus we kunnen daar ook heel moeilijk bij komen. Nou ja, even kijken. Dit boompje gaan we hier even neerplanten. Dan zet ik nog één dit soort boompje neer. En dan gaan wij daarna... ja, ik denk dat we daarna echt even broodjes gaan maken. Want broodjes, die horen er natuurlijk ook bij. Want ja, zonder brood is er geen eten. En ik ben de enigste boer, dacht ik op dit moment, van ons team. Dus ja, ik moet er wel voor zorgen dat de mensen kunnen eten. En daarom ook dat ik dat dadelijk even meteen ga fixen. Hopsakee, ik zet deze twee nog even neer. En dan gaan we weer even daarna door met onze hele mooie farm. Want de farm is meer dan groot genoeg. Alleen af en toe moet ik gewoon net iets van een uurtje of zo gaan minen. Of een minen, wat zeg ik nu, broodjes gaan maken. Dan komt het ook helemaal goed. Maar ja, het, zoals jullie dus ook kunnen zien, het team begint steeds meer vorm te krijgen. Daar ben ik echt super blij mee. Want omdat ons team nu vorm begint te krijgen, kunnen wij daar ook lekker vooruit gaan werken. En onze base vele malen groter gaan krijgen dan dat hij nu is. En ik zie ook dat er weer steeds meer mensen My Nation aan het spelen zijn. Super awesome. Hoewel, er zijn ook heel veel vaste mensen. Want ik zie Cheert, zie ik bijna altijd online. En de rest zou ik eigenlijk trouwens niet weten. Volgens mij Fox Geo ook, dacht ik. Maar sowieso Cheert, die speelt dat heel veel, dacht ik. Want die zie ik bijna elke keer als ik aan het opnemen ben. Zie ik dat die My Nation aan het spelen is, volgens mij. Nou ja, ik ga hier even lekker meteen broodjes weer maken. Want dan kunnen we daar dadelijk weer mee vooruit. En ik begin gewoon even aan deze kant, want dan hoef ik niet zo ver te lopen. En dan duwen we deze broodjes even in deze kist leggen. Yep. En dan even kijken, een broodje maken. En dan kan ik als het goed is hem dadelijk weer hakken en weer een broodje maken. En zo kunnen we de hele tijd op en neer gaan. Kijk, hoppakee. En dan wil ik eigenlijk zorgen dat er weer even een klein voorraadje aan broodjes is. Zodat mijn team weer dadelijk lekker door kan gaan met werken. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want ja, als ik geen brood maak,
is eigenlijk het hele team helemaal niks. Want ja, zonder brood kunnen ze niet werken, want dan krijg je honger. En we hebben echt heel weinig eten op dit moment. Dus ja, ik vind het heel erg verstandig hetgene wat ik op dit moment aan het doen ben. Om ervoor te zorgen dat we weer wat meer broodjes hebben. Even kijken, zo. En ja, zo gaat het wel heel even duren. Dat weet ik natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk als je nagaat hoeveel broodjes we dadelijk kunnen maken. Nou ja, dan zijn we allang weer blij natuurlijk. Op z'n kadee. En ja, ik weet natuurlijk, deze video's het zijn altijd van die, een beetje van die, ik klik op een verkeerd iets of zo. Oh. Ik weet niet wat ik precies deed, maar het ging niet helemaal goed volgens planning, volgens mij. Kijk, waarom moest ik een level up zijn of zo? Over deze. Maar ik zou helemaal niet weten wat het dadelijk allemaal is. Maar daar gaan we vanzelf ook allemaal nog achter komen. Kijk, kijk, mijn team kan alweer eten. Yay. En op zich, als elk teammember al weer 2 broodjes heeft daar van de actievere, dan gaat het helemaal goed komen. Maar die teammembers die moeten gewoon niet al te veel gaan rennen. Want als je gaat rennen, dan komt het ook helemaal niet goed. Dan gaat alleen maar natuurlijk food kosten. Zo. Dan moet ik weer 4 seconden wachten. Maar dit is wel trouwens heel ideaal om te doen. Om gewoon elke keer één zo'n dingetje weg te hakken. En dan daarna ga je weer een broodje maken. En dan duw ik hem weer hierbij in de kist. Kijk, hoppa. We hebben nu al 8 broodjes. Hè? Kijk, we zijn lekker bezig. Is mijn team waarschijnlijk ook weer blij. Want ja, we hebben gewoon een food tekort op dit moment. En misschien is het ook wel handig als we daar nog een keer een boer erbij krijgen. Maar ja, het is alleen even wachten totdat we er een nieuwe bij krijgen. Zodat ik niet alles alleen hoef te doen. Want het is namelijk bijna niet alleen bij te houden, denk ik. Hoewel, we hebben natuurlijk wel een hele grote farm. Maar het is elke keer het terugplanten, dat is zo vervelend, want daar krijg je gewoon geen XP voor. Dus ja, dan zit je altijd helemaal zo van, ja, eigenlijk heb je nooit zin om het terug te planten, maar je moet het wel terugplanten. Want ja, plant je niet terug, dan groei je dan natuurlijk ook geen nieuwe wheat dingen meer, of geen nieuw graan meer. En dan heb je dus eigenlijk ook geen broodjes meer. En dat is natuurlijk heel vervelend. Zo, kijk, hoppa, hebben we alweer de eerste 10 broodjes hebben we alweer binnen. Kijk, hoppa, kijk, gaat lekker zo. En dan ga ik even kijken. Morgen denk ik weer allemaal nieuwe bomen planten, zodat de houthakker weer flink vooruit kan. En dan hoop ik eigenlijk dat de houthakker dadelijk ook echt flink gaat doorwerken. Zodat ik dadelijk gewoon elke keer ervoor kan zorgen dat elke dag gewoon een nieuwe boom minimaal overeind komt te staan. Want dan gaat het eigenlijk helemaal goed komen, I think so. Want die bomen die moeten natuurlijk ook nog groeien. En dus daarom ook dat ik zoiets had van, ja, er moet sowieso weer een nieuwe boom komen te staan. Want als die er niet komt te staan, dan gaat het eigenlijk alleen maar allemaal langer duren. En dat willen we natuurlijk ook weer niet. Want we willen natuurlijk uiteindelijk de base gaan uitbreiden. En ja, wat precies de bouwplannen zijn, daar durf ik helemaal niks over te zeggen. Dat weet alleen mijn team of zo. En ik weet er eigenlijk helemaal niks over eigenlijk. Van, hey, wat gaat er allemaal precies gebeuren? Ik dacht dat ze iets van een bouwtekening ergens hadden van wat ze precies wouden gaan doen. En ik ga er dan ook eigenlijk vanuit dat dat helemaal goed gaat komen. Ik ben alleen een beetje bang dat die muur flink kan gaan instorten. Want dan mis ik gewoon balken. En ik weet niet wie de bouwer is, maar ik vind het wel heel slecht dat die bouwer dat niet heeft dichtgemaakt. Want ja, nu dat niet dicht is, kunnen wij dus nogal een probleempje gaan krijgen. En dan zou het dus kunnen betekenen dat die hele base naar onze kant gaat instorten. Want het staat niet stabiel op dit moment. Want daar heb je helemaal geen constructie meer. Hoewel, misschien is het net geen probleem omdat hij verder wel stabiel hangt. Maar ik durf hem niet met 100% garantie en zekerheid natuurlijk te zeggen. En wat ik denk ik gewoon doe is gewoon, ja joh, kijk, weet je. We maken er gewoon even 1 broodje, zo. En dan kunnen ze weer vooruit, toch? Ja, toch? Of zullen we nog iets gaan doen? Ja, kijk, weet je, we kunnen wel de hele tijd alleen dit gaan doen, maar ik ben af en toe ook een beetje aan het twijfelen en misschien dat jullie mij daarin kunnen helpen. Van wat vinden jullie nu leuk om te gaan zien in My Nation? Wat willen jullie gaan zien? Wat voor dingen moet ik gaan doen in My Nation? Moet ik daar een tweede beroep gaan pakken? Laat het gewoon eens even weten in de reactie onder deze video. Want wie weet kan ik dat binnenkort wat vaker gaan doen. Want ja, op zich My Nation, ik wil het best wel vaker gaan opnemen. Van hey, hoe ver zijn we ermee en dat soort dingen allemaal. Alleen ja, kijk, weet je, uiteindelijk, My Nation blijft wel altijd hetzelfde. Je moet altijd hetzelfde doen. Dus graan hakken, broodje maken, in de kist leggen, bomen planten en dat soort dingen. Dus ja, dan zit ik af en toe zo van, vinden jullie het echt serieus leuk als ik My Nation elke week ga uploaden? Zeggen jullie van, goh, doe dat niet elke week of een paar keer in de maand of zoiets? Laat het gewoon even weten in de reactie onder deze video, want dan kan ik daar rekening mee gaan houden met eigenlijk hetgene wat jullie heel graag zouden willen. Want ja, dat is eenmaal zo hoe ik altijd met mijn kanaal omga. Kijk, als jullie graag iets willen, dan ga ik ook proberen om ervoor te zorgen dat dat goed komt.
En ik denk ook dat we, ja, qua Mindnation misschien dat we gewoon, dat we eens even samen moeten kijken van, hey, wat willen jullie? En dan kan ik eens gaan kijken van, hey, wat is nu leuk om daarvan te gaan doen? Want van allerlei dingen zijn natuurlijk mogelijk. Niet alles is mogelijk. Maar ja, veel dingen die jullie waarschijnlijk gaan zeggen, kunnen wel. Tenminste, ik hoop dat de meeste dingen kunnen. En anders is het, ja, helaas, laat ik het zo zeggen. Nou, ik ga door tot de 20 broodjes, want dan hebben ze voorlopig even genoeg. En dan vind ik het ook weer mooi geweest voor vandaag. Want en dan ga ik denk ik proberen te zorgen dat ik elke dag gewoon een x aantal broodjes kan maken. Zodat wij in ieder geval de komende tijd even lekker door kunnen werken. Want dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Want ja, kijk, weet je, als we kunnen doorwerken, dan gaat ook alles lekker op een gegeven moment lekker snel. En dat is ook wat wij willen. Want kijk, weet je, als er één beroep eigenlijk half stilstaat, dan gaan we ook helemaal niks kunnen bereiken. En ja, dat is ook wat je bij Mindnation dus ook moet zorgen. Dat je een goed team hebt. En we zoeken volgens mij nog steeds mensen. Want wij kunnen volgens mij iets van, ik weet niet hoeveel man wij in ons team kunnen. Maar dat zou ik zo meteen heel even voor jullie gaan kijken. Maar in ieder geval, volgens mij kunnen er nog wel een x aantal mensen in, dacht ik. Maar dat ga ik heel even nakijken voor jullie. / team manager. Want wij hebben op dit moment, even kijken, team info. We kunnen nog op dit moment 4 man gebruiken. En we zoeken volgens mij nog op dit moment een boer. Dus ben jij een farmer, ben je een boer en heb je zoiets van, hey, ik zou het tof vinden om bij jou te komen werken in natuurlijk de beest. Laat het even weten in de reactie onder deze video, want dan kan natuurlijk degene, de baas, dat is Kobe, die kan dan contact met je opnemen en dan kunnen jullie samen een afspraak maken of je wel of niet in onze beest komt helpen. Maar we zoeken dus wel nog steeds mensen, wel actieve mensen het liefste. We zoeken op dit moment nog 4 man. Dus ja, als we nog die 4 man kunnen vinden. En het liefst natuurlijk één iemand die meer of mij mee kan helpen hier met het platteland een beetje bij te houden. Dan zou dat al helemaal chill zijn. Volgens mij zoeken we nog iets van een bouwer, een smid en een houthakker, dacht ik. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar in ieder geval, als je dus in ons team wilt, laat dat gewoon even weten in de reactie onder deze video. Laat jouw beroep weten. Laat even weten welk level jij bent. En dan moet dat, als het goed is, helemaal goed gaan komen. Kijk, hopsakee, 20 broodjes weer voor hun. En dan vind ik het wel weer mooi geweest voor vandaag. Ik zou zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie weer genoten. En check ik jullie weer snel terug bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.